In het gooien, hè? In het gooien, ja. Daar weten ze niet wat ze met hun geld moeten doen. Hey, dus wat doen die nu? Heb je dat gelezen? Die sturen hun kinderen, hè, die rijkelaars, kindjes. Die sturen ze dan elk jaar naar Knokke. Knokke. In België. Ja. En die zijn dan 16, 17 of weet ik van wat jaar oud. En die mogen daar dan op kosten van pa en ma. Ja. Die betalen dat allemaal. Hele appartementen en daar mogen al die jongeren in. Honderden, hè, uit Gooi. En rijkelui's, kindjes uit Amsterdam ook, ja. Die mogen daar ook heen, ja. En die gaan daar dus een week lang, of weet ik veel hoe lang, gaan die alleen maar zuipen. Hoe weet je? Want dat mag in Nederland niet. Nee. Nee, want ze hebben uitgevonden in Nederland dat dat slecht is. Hè? Tot je 18e moet je eigenlijk geen alcohol drinken. Ja, dat weten we nu. Nou, zeggen ze, die ouders in het Gooi, ben je gek? Jullie gaan lekker naar België en dan laat je me lekker vol lopen. Haha, ja die. Het is toch niet te geloven? Wat een zootje geschift daar in het Gooi. Ja. En, maar dat is het dan niet alleen, dat je zo je kinderen opvoedt. Daarbij, ze zorgen daar in Knokke alleen maar voor overlast. Tja. Dat zeggen die Belgen. Die Belgen die hebben hun buik helemaal vol van die Nederlanders. Ze zijn alleen maar onbeleefd. Ze lopen alleen maar te schelden. Roepen de hele dag kankerbelgen. En weet ik, verzorgen alleen maar voor overlast. En dat is het dan. En dan moet de Nederlandse politie, die moet daar zelfs te paard, die moet daar komen helpen. Omdat het dus bijna elke avond vechten is en rellen en noem maar op. Nou zeg, ook nog eens een keertje Nederland een slechte naam bezorgen. Ja, wat is dat met die ouders daar in het gooi? Kijk, die rijke luiskindjes, die neem ik niks kwalijk. Ja, maar die krijgen de mogelijkheden en die denken van pak een beet. Ja, maar die ouders, nou, ik denk alleen maar bij mezelf. Die gasten zijn geschift en dat komt waarschijnlijk als je zo praat. Hè? Als je gewoon daar helemaal gewoon niet meer, totaal geen contact meer hebt met de normale maatschappij. Dat je als je dat soort geluiden voortbrengt, dat je dan, dat ook werkt op de zuurstoftoevoer naar boven. Ja, dat moet het zijn. Geschrift.